pak heb je aan. Ja, past hetzelfde kleur. Hè? Hetzelfde kleur als de bekleding een beetje. Nou. Nee, niet jij. Oh. Nee, jij niet. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat die jas hetzelfde kleur is als de kleding. Ja, tuurlijk. Nee, maar dat is helemaal op elkaar afgestemd. Nee. Maar ook de bekleding van de auto. Oh. Die past er ook mooi bij. Okay, of was je kleurenblind ervoor? Ja, het is anthraciet, grijs, precies. Donker. Ja. Precies. Leuk. Ja. Dat boek van jou. Ja. Verdorie. Ja. Komt zo opeens met een boek. Ja. Want ik ken jou natuurlijk van jaren geleden dat je bij Kers hebt gewerkt. Ja. Dat want ik woonde daarboven. 25 jaar geleden. Hoe lang? 25. Echt waar? Ja, moet. Nou, en dan heb je een boek geschreven en ben stiliste. En wat is er gebeurd in die tussentijd? Waarom heb je zo'n leuke move gemaakt in je leven? Nou, ik deed natuurlijk in mijn jaar 20 deed ik modellenwerk. Ja. En daarna ben ik back vocals gaan doen. Ja. Met Elmo de Lotti nog. 2 jaar getoerd. En vanaf mijn 30ste ben ik gewoon fulltime in een winkel gaan werken. Ja. Ik werkte natuurlijk altijd wel in een winkel. Ja. Gewoon parttime om mijn vaste lasten te kunnen betalen. Ja. Alleen, zij zetten mij altijd op de heren neer. Ja. Ik had daar gewoon toch iets mee. En ik weet, vroeger als papa zich dan aan ging kleden. Mm. En die had altijd een pak aan. En als hij dan voor de spiegel ging staan in zijn das. En dat die tevredenheid of die trots. Of in ieder geval, het deed hem iets in de spiegel. En dan uiteindelijk ging hij zo dansen zo, of zingen in de spiegel. Ja, dat vond ik mooi om naar te kijken. En dat is een mannendingetje ook. Ja. En als een dochter, ja, dat misschien dat. En, maar ja, ook bij Guess, ik werd altijd gewoon op de heren neergezet. Dus, en dat werkte. Ja. En toen uiteindelijk ben ik bij Auger op mijn 30ste, dacht ik van nou, nu rust, regelmaat en ritme. Ja. Toen ben ik bij Auger gaan werken en dat heb ik bijna 10 jaar gedaan. Alleen de laatste paar jaren ben ik styling, gewoon het was styling uitleen voor Auger. Ja. Vooral omdat er natuurlijk best wel veel bekende mensen kwamen. En, maar dan kwamen die stylistes en dan zeiden ze van, ik wil die das, een roze das. En ik zei, maar wat is het karakter van de acteur? Ja, een advocaat. Ik zeg, wat voor advocaat? Ja, een strenge advocaat. Ik zeg, ja, maar dan werkt een roze das niet. Nee. Vrouwen kijken van, die man vind ik leuk of die kleding. Maar ze kijken niet naar hoe een eigen man eruit ziet. Ze kijken niet naar wat het moet uitstralen. Dus vaak dan komt een vrouw wel met iets thuis voor een man, omdat zij dat leuk vindt. Ja. Maar, en dan doet die man dat aan voor haar. Ja. Maar het is niet iets wat bij hem past, nee, eigenlijk. Want daar kijken ze niet naar. Precies. En toen was het met maten. Van welke maat heb je nodig? Ja, een extra large. Ik zeg, ja, als het een extra large is, dan kan dat een 54 zijn, een 56. Het kan een lengtemaat zijn, een 53. Goed. Ik heb een exacte maat nodig, want ook al leen ik het uit, dan nog moet het perfect zitten. Ja. Want dan krijg je die uitstraling. En als het pak te groot is, ja, nee, maar dan doen we wel zo'n klemmetje of zo. Ik zeg, ja, maar het werkt niet. Ja. Want je moet de mouwlengte, alles moet kloppen. Ja, want die mouwlengte, dat is ook een fucking dingetje. Want dat is zo, ik, in mijn ogen bij veel mannen veel te lang. Ja, in Nederland Want je mag zeker een goed stuk manchet zien van een overhemd. De 1,5 centimeter in principe. En dan krijg je gewoon een krachtige uitstraling. Ik geef altijd Trump als voorbeeld. Ja. En ook in mijn boek heeft Nies het over de stijl van Amerikaanse. Ja. Maar ja, heel Amerika is natuurlijk opgericht en totale vrijheid en we moeten doen waar we zin in hebben en in religie en alles. Ja. Alleen, dus zij hebben ook hanteren niet de bakkenregels, zeg maar, de details die we in Europa wel hebben. Ja. Maar dat maakt dus dat je er armoedig uitziet. Ja. En juist het hanteren van die regels, die eivorm, waardoor je dus brede schouders en lange benen krijgt. Mm. Iedere man. Dat maakt dat Berlusconi er interessant uitziet. Ook al is het niet een hele knappe man. Maar die komt binnen en die straalt macht uit. Ja. En voor vrouwen is hij sexy. Gewoon puur
ja. Door zijn charisma, wat hij door zijn pak heeft. Dus ik denk dat hij in zijn boxershort er heel anders uitziet. Precies. Ieder jaar schrijf ik een verhaaltje op Facebook over het jaar, hoe ik dat beleefd heb. Mm-hmm. Wat ik vroeger in dagboekvorm deed. Ja. En toen zei iemand van, goh, je moet een column schrijven. Toen zei ik, nou, ik ben toevallig bezig met een boek aan het schrijven, maar ik ben nu op zoek naar een uitgever. Mm-hmm. En toen werd ik benaderd door Jemena van GMG World. Of zij het mochten uit, althans of we een gesprek konden doen. En of ik er open voor stond of zij het wilde. Ja. Nou ja, graag natuurlijk. En toen kwam het moment dat je ging nadenken van en een schrijver. Ja. En een schrijver. Martin. Want, en Martin had toen gezegd van nou, want ik zei schrijfster. Martin en toen Martin Anders, die zei van nou wil je anders. Je kent mij ook en ik ben ook. Ik kan lekker werken met mijn schrijfgoed. En begrijpt het allemaal een beetje. Dus want ik ben natuurlijk geen schrijfster. Dus het hele nu heb ik geleerd dat ik de auteur ben. Goed. Ik ben de auteur, dus het hele concept en alles heb ik geschreven. Ja, maar in principe ben je alleen, ook de auteur. Je bent de auteur. Hè? Ja, en Martin, nou, er was eerst een andere schrijver, maar die had het toch te druk. Mm-hmm. En toen heb je toch nog iemand anders benaderd. Maar die had een stukje geschreven, toen dacht ik, nee, hij voelt niet wie ik ben. Ja. En toen had ik Martin toch nog gevraagd van, nou, en hij kent me natuurlijk al heel lang. Ja. Dus en toen waren Jemena en ik gelijk enthousiast eigenlijk. Super. En omdat hij... Ook veel mensen kent? Nee, dat niet. Het is meer omdat hij totaal anders in het leven staat dan ik ben. Mm. Is dat voor een mannenboek eigenlijk wel goed. Omdat hij een beetje afstand heeft. Dat het niet... Nou nee, hij is ouder. Ja. Hij schrijft wat ouderwetser. Mooie woorden. En ik ben heel jong in alles. Zeg maar. In mijn denken. In mijn manier van spreken. En, dus, en ik wilde het wel heel toegankelijk maken. Ja. Maar hij heeft het wel begeleid. Dat het dan ook toch nog wel interessant is voor andere mannen. En toen kwam het moment dat je ging nadenken over hoe je het eruit wilde laten zien. Nee, dat wist ik. Dat alles wist ik. Wist je meteen? Alles had ik. Wist je alleen tekeningen? Tekeningen. Ik wilde alleen maar tekeningen. En dat had te maken met... Ik ben dol op het boek The Gentleman. Mm-hmm. Alleen de foto's zijn gewoon heel erg gedateerd. Nou is dat vernieuwd. En dat is nu alweer gedateerd. Ik had wat andere modeboeken gelezen. Die, al is dat van vorig jaar. Ja. Ja, dat is niet blijvend gewoon. Exact. En met tekeningen, al is het van 50 jaar geleden. Dat is nog helemaal dat gek. Blijft leuk. Ja. Ik ben heel veel in Londen. Ja. In Londen heb je heel veel van dit soort boekjes. Mm. En met tekeningen. En die hou je gewoon. Natuurlijk. Ja, dus daarom ook de kaft. Ja. Ik wilde een harde kaft. Omdat als ik mijn boekenkast opruim, dan heb ik toch naar bepaalde boeken van die heb ik gelezen. Ja. Of die heb ik 3 keer gelezen. En dan geef je ze weg. Als het een zachte kaft heeft, maar als het een harde kaft heeft, nooit. Nee, dat denk ik niet eens af en aan. Nee, nu blijft. Het heeft ook een hele tijdloze uitstraling. Ja. Het is een boekje wat je af en toe kan pakken. Ja. Als je het nodig hebt. Ja. Je leest het de eerste keer helemaal door. Ja. Ik hoop dat het dan inspireert. Ja. En dan daarna is het meer van, oh, ik moet een das om. Oh, ik weet helemaal niet meer hoe ik dat moet doen. Ja. Ja, en dan kan je daar natuurlijk even aan kijken. Of ik heb een pak nodig, of ik ga trouwen. Precies. Goh, dan lees ik dat hoofdstuk nog even door. Ja. Dus het is een boek wat je daarna ook aan je zoon kan geven of zo. Het is gewoon een boek voor altijd. Precies. Er staan ook heel veel interviews in, hè? Er staan wat interviews in het boekje, toch? Of niet? Ja, ik heb 15 interviews van de meeste mensen die ik ken. Ja. Die ken ik al lange tijd. En dat zijn geen... Die hebben gewoon al jaren hun eigen stijl. Mm. En iedere keer verwonderde ik me weer over hoe ze eruit zien. Mm. En ik ben ook geen fashion. Ik ben voor mezelf altijd heel tuttig. Ook omdat ik heb toch altijd korte haar. En dan ben je al aanwezig. Mm. Maar ik heb echt de stijliconen die... Mensen die ik echt altijd goed gekleed vind. En ze hebben allemaal een ander verhaal te vertellen. Mm, en het mooie. Ja, alsjeblieft. En het mooie ervan. Sorry, ik weet niet waar dat is. Wat? Ik kwam
uitdrukken. Ik zie zo. Ja, pak even een stoel. Wil je terugkomen? Ja. Laat me dat zien. Oké. Okay.